Bosman. Geachte aanwezigen, hier in de aula van de Minderbroedersberg en elders online. Ik heet u van harte welkom als pro-rector van deze feestelijke academische zitting ter gelegenheid van de afscheidsrede van professor Bert Joosten. Mijn naam is Annemie Scholz. Ik ben decaan van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences aan de Universiteit Maastricht. En dat is de faculteit waar de leerstoel experimentele anesthesiologie in 2012 werd ingesteld en vervolgens ingebed in het onderzoeksinstituut MENS. Een leerstoel gericht op neurostimulatie van chronische pijn die Bert de afgelopen 12 jaar middels een translationele onderzoeksbenadering heel fraai heeft vormgegeven. En daarover zullen we straks nog heel veel meer horen van de afzwaaiende hoogleraar en ook van collega's die hier inhoudelijk veel dichterbij staan dan mijzelf. Want Bert, onze wetenschapsgebieden staan ver uit elkaar. Dus was ik in de voorbereiding vooral benieuwd naar jouw andere bezigheden. Want na bijna een kwart eeuw Maastricht komt er dan een nieuwe levensfase met veel meer ruimte wellicht daarvoor. En jawel hoor, daar komen we toch dichter bij elkaar. Want we delen onze liefde voor PSV. Hoewel volgens mij mijn fanatisme voor de club verbleekt bij dat van Bert. En wat had je je mooier kunnen wensen dan een feestelijke afsluiting van je academische carrière in het memorabele jaar waarop PSV voor de 25e keer kampioen van Nederland is geworden. Voor die liefde krijg je dus nu meer tijd. En toen heb ik zitten mijmeren hoe je die met jouw expertise misschien zou kunnen inzetten. Met je geliefde tractor de grasvlakte optimaliseren voor een nieuw topseizoen. Of misschien je expertise in de pijngeneeskunde verleggen naar de Brainport ten behoeve van het behandeltraject van die hamstringblessures waar PSV ook de lijst aanvoert. Maar bovenal wil ik jou, Bert, van harte bedanken voor jouw waardevolle inzet voor de Universiteit Maastricht en de Maastricht UMC Plus. En je een hele zonnige toekomst wensen met je naasten. En graag nodig ik je nu uit hier op het podium voor de afscheidsrede met de bemoedigende titel In de hemel is geen pijn. Vandaag zal ik dit afscheidscollege voor u allen uitspreken. Voor aanvang en bij binnenkomst speelde op de achtergrond muziek. De vier jaargetijden van Vivaldi. Wat is er logischer om in de huidige situatie en bij dit afscheid met name de herfst dan wel de winter te laten horen? Een al wat oudere man die afscheid gaat nemen van de academie en die in de herfst van zijn leven is. Toch had de kenner misschien al opgemerkt dat de jaargetijden die gespeeld werden de lente en de zomer waren. Mijn lezing gaat dan ook over de toekomst en de mogelijkheden die er zullen zijn en waar we naartoe moeten met het onderzoek naar pijn. Trouwens, de lente en met name de zomer zijn ook gewoon de mooiste delen van deze vioolconcerten. Ik begin met een dankwoord. Als je dan de kans krijgt om onderzoek te gaan doen met sterke interesse in de neurobiologie, farmacologie en ontwikkeling en gedrag, en je wordt getraind en geïnspireerd door grote leermeesters, zoals mijn co-promotor Jesse Gritnow in Nijmegen, zoals Barbara Brackman tijdens mijn postdoc aan de Georgetown University in Washington DC, zoals Willem Hendrik Gispen en Jan van Gijn in de prachtige jaren aan het Rudolf Magnus Instituut in Utrecht. En zoals tijdens de inspirerende samenwerkingen met Gustav Mona aan de Universiteit de Liège en Geoff Raisman in Londen, dan is dat een voorrecht. Het dwarslesieonderzoek stond toen als een huis.
toch ben ik in 2002 naar Maastricht gekomen. Om hier translationeel onderzoek te mogen gaan doen naar de farmacologische en interventionele behandeling van chronische neuropathische pijn. En om een experimenteel pijnlaboratorium op te kunnen gaan zetten. En dat zeker niet alleen. In de Pijn Champions League. Met klinische pijncorypheeën als Maarten van Kleef en Jaap Patijn. Gevolgd door Jan van Zundert en met on the way een uitbreiding naar chronische postoperatieve pijn samen met Wolfgang Boeren. De samenwerkingen met klinische onderzoekers vanuit de orthopedie, revalidatie, urologie, chirurgie, neurochirurgie, neonatologie en psychiatrie, als wel de vele fundamentele neurowetenschappers aan de faculteit Health, Medicine en Life Science en zeker ook de psychoneurowetenschappers van de faculteit Psychologie en Neuroscience heb ik enorm gewaardeerd. Maar ook de vele nationale en internationale samenwerkingen hebben bijgedragen aan het succes van het Maastrichtse pijnonderzoek. Speciaal is voor mij de samenwerking aan het onderzoek naar de behandeling van pijn bij te vroeg geborenen. Eerst samen met Dick Tibble. Moet ik even kijken waar die ook thuis zit. En daarna met Sinno Simons, beide van het Sophia Kinderziekenhuis en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Maarten van Kleef, zaliger. Toenmalig hoofd van de afdeling anesthesiologie en pijngeneeskunde van het Maastrichts Universitair Medisch Centrum, plus. En Martin Paul, toenmalig decaan van de FHML aan de Universiteit Maastricht, wil ik bedanken dat zij de visie hadden en besloten om in 2011 de persoonlijke leerstoel experimentele anesthesiologie, in het bijzonder pijnbestrijding, te gaan instellen. Zeer verheugd ben ik ook dat deze leerstoel nu in 2024 aan de Universiteit Maastricht gecontinueerd wordt. Een dankwoord hoort te eindigen met voor mij de belangrijkste personen. En die zitten hier op de eerste rij. Voor jullie zijn, voor mij zijn jullie de Mijn Champions League. Roos, Eva, Twan, Sjors en natuurlijk Bettine. Heel veel dank. De titel van mijn afscheidscollege is In de hemel is geen pijn. Heidhuizen, Heidse, begin jaren 60 vorige eeuw. Als klein manneke, ventje van nog geen 6 jaar, opgegroeid in het Rooms-Katholieke zuiden van Nederland, was het niet meer dan gewoon om elke zondag samen met je moeder mee te gaan naar de kerk. Mee om al te wennen aan het hele gebeuren. En als indirecte voorbereiding op de eerste heilige communie die enkele jaren later zou gaan plaatsvinden. Veel begreep ik er nog niet van. En dus was er alle tijd om rond te kijken naar de schilderijen, de beelden, glas in loodramen en houtsnijwerken. En het meest opvallende bleef dan toch altijd dat als ik die kerk binnenkwam, er in het midden een groot kruis hing, maar met daaraan vastgenageld een persoon. Steekwonden, doornenkroon, buikwonden en bloed dat langzaam vanuit de handen naar beneden liep. Een verwrongen gezicht. Gruwelijk. Keek ik verder rond, dan hingen links en rechts aan de muren schilderijen, maar daarop diezelfde persoon, die een veel te zwaar kruis moest dragen, door de knieën zakte, overal wonden had en tegelijkertijd geslagen werd door omstanders. Als kleine jongen was ik ontzet. Hier is iets vreselijks aan de hand. Eén en al pijn. Daarnaast werd ik als kleine kerkganger bang gemaakt. De meest vreselijke toekomstbeelden werden namelijk gepresenteerd. Als je niet braaf bent en een zondig leven leidt, dan kun je later in een onderwereld of hel komen waar nog veel meer pijn geleden wordt en waar je mogelijk ook nooit uit zult kunnen komen. Pijn en angst. Onderzoek heeft uitgewezen dat alleen al het denken aan de pijn die iemand anders ondergaat,
zoals die persoon aan de kruis. Onze hersenen, en specifiek dan die gebieden die betrokken zijn bij pijnverwerkingen, kunnen activeren. Het is zelfs zo dat beelden niet eens nodig hoeven te zijn. Alleen geluid al kan ons pijnnetwerk in gang zetten. Een schitterend voorbeeld hiervan is de Matthäus-passion van Johann Sebastian Bach, waar, gelovig of niet, de emotie en de pijn binnen gaan komen, zeker als de aria Erbarme dich wordt gezongen. Erbarme dich, mein Gott und meine Zehren, schaue hier. Herz und Auge weint vor dir bitterlich. Okay. Okay, dat duurde iets langer dan de bedoeling was. Maar niettemin. Fine-tuning is ook een vak. Duidelijk is verder dat pijn niet alleen een sensomotorische reactie is van een hand terugtrekken van een te warme plaat, de oude reactie. Maar dat het veel complexer is. Een oud gevoel. Een gevoel waar motivationele, cognitieve en emotionele aspecten bij betrokken zijn. Pijn is emotie.
En het ontstaan en het chronisch worden van pijn vindt plaats in een complex netwerk, ofwel de pijnmatrix, gelegen in de hersenen. Dat niet alleen visuele input, zoals de beelden van de man aan het kruis, maar ook auditieve input, zoals de muziek in Erbarme Dich, in relatie met pijn en de pijnmatrix hebben, laat zien dat corticale hersengebieden, zoals de visuele cortex, maar ook de auditieve cortex, in nauw contact staan met de pijnmatrix en er eigenlijk een onderdeel van vormen. Dat kan ons helpen en hier kan en moet nog veel onderzoek naar gedaan worden. Om inzicht te krijgen in de mechanismen van pijn en de pijnmatrix zijn er grote vorderingen gemaakt. Dit is onder andere het gevolg van het gebruik van geavanceerde beeldverwerkingsmethoden en scanningsapparaten die het toelaten om in de hersenen van de mens te gaan kijken en gedetailleerde beelden te geven van de activiteit van geselecteerde gebieden zoals in de pijnmatrix. Samen met David Linde van het onderzoeksinstituut Mental Health and Neuroscience, met Amanda Kaas-Zaliger en Judith Peters van de faculteit FPN hebben we, Karin Vossen en ik, van de afdeling anesthesiologie en pijngeneeskunde de stoute schoenen aangetrokken. We zijn deze imaging technieken gaan inzetten om emotionele en motivationele aspecten van pijn, waarbij we denken aan gewenning, habituatie en of verhoogde gevoeligheid, sensitisatie, te onderzoeken. Habituatie en sensitisatie zijn fundamentele processen in ons zenuwstelsel en van essentieel belang en bij betrokken bij het chronificeren van pijn. En wat blijkt? Er zijn bepaalde hersengebieden in die pijnmatrix die specifiek geactiveerd worden als we naar habituatie en sensitisatie van chronische pijn kijken. En opvallend is dat diezelfde gebieden ook actief worden als we aan de pijn van iemand anders denken. Hersengebieden binnen die pijnmatrix die dan steeds sterk terugkomen in die beeldverwerking zijn onder andere de anterior cingulaire en de mid-cingulaire cortex, kort de ACC en de MCC. Die ACC en MCC vormen onderdelen van de cortex, de grote hersenen die bij de mens als een extreem uitgegroeide bloemkool bovenop de hersenstam zitten. En daarin niet alleen sensomotorische controle, maar vooral ook ons bewustzijn met emotie, motivatie, maar ook intelligentie en cognitie bepalen. En dan laat ik ons onderbewustzijn maar even voor wat het is. Dat is een verhaal apart. Als kleine jongen bij het aanschouwen van die persoon aan het kruis in de kerk moet ik wel een hele sterke activatie van de ACC en MCC hebben gehad. En een van de vragen, en vanuit therapeutisch oogpunt misschien wel de allerbelangrijkste, is of die reactie in die ACC en die MCC te reguleren of te verminderen is. En daarmee die chronische pijn te kunnen behandelen. Daar ligt een uitdaging. Dat onderzoeken we nu in Maastricht. En hoe dan wel? Door het effect van neurofeedback te gaan bekijken. Neurofeedback is eigenlijk een terugkoppeling van actieve interventie om daarmee dat betreffende hersengebied te deactiveren of juist te stimuleren naar gelang zijn functie. Bij sensitisatie en habituatie van chronische pijn zou je dus met name die ACC en die MCC willen deactiveren om daarmee de chronische pijn te verminderen. En dit is wat Maite van der Miesse binnen het voornoemde samenwerkingsproject momenteel aan het uitzoeken is. Want we willen pijn begrijpen. We willen onze hersenen begrijpen. Dat is de grootste onderzoeksuitdaging van de 21ste eeuw. Het brein en het begrijpen van ons brein is namelijk niet zomaar iets. Dit is het meest complexe, maar tegelijk ook het meest uitdagende terrein van onderzoek. Maar gelukkig hebben we nu Artificial Intelligence, AI. Dus dat schiet op. Of niet? AI, gaat dat ons helpen in het begrijpen en het behandelen van pijn? Johnny von Neumann, een van de allergrootste wissernatuurkundigen, zette in het begin van de 20ste eeuw zijn bijna onbegrensde intellect in om het rationele denken van ons mensen te vangen in wiskundige modules. Het brein gevangen, vervangen door wiskunde. AI is en gaat ook zeker een grote rol spelen in ons verdere leven. Maar voor de chronische
pijnpatiënt. Denk aan GPT-40 en AI-chatbots die als virtuele personen een emotionele band met de chronische pijnpatiënten kunnen opzetten en daarmee pijn draaglijker kunnen maken. Denk aan visuele en auditieve input die vanuit die virtuele personen de pijnmatrix inkomen en dan hun invloed aanwenden. Fascinerend, uitdagend en ook enigszins angstaanjagend. Daar zal nog veel gaan gebeuren. Maar echte behandeling van pijn, het structureel verminderen van de chronische pijn, van angst. Pijn en angst zijn emoties, gevoelens, gewaarwordingen en daarmee wezenlijke eigenschappen die ons mens tot mens maken. Dat is een ander verhaal. Daar moet AI op zoek gaan naar en duiken in die pijnmatrix en dus in ons mens zijn. Willen we dat? Kan dat? Nu nog niet. Maar de ontwikkelingen gaan snel. Mocht het ooit zover komen, dan denk ik dat we ons mens zijn zouden kunnen gaan verliezen en vervolgens meer kwijt dan rijk zijn. Nog even terug naar die neurofeedback. Een belangrijke vraag is, hoe kunnen we als onderzoekers een zo optimaal mogelijk neurofeedbackprotocol ontwikkelen om chronische pijn te behandelen? Wetenschap en geloof komen hier dicht bij elkaar. Akelig dicht bij elkaar. Want in de kerk is namelijk al een heel goed protocol ontwikkeld. Bidden. Bidden is een soort neurofeedback avant la lettre. Heb je pijn? Denk je aan pijn? Ben je bang? Heb je angst? Ga maar bidden. Want dat neemt die pijn en die angst weg. Echter, als wetenschappers willen wij weten wat er gebeurt tijdens dit bidden. Kom je dan in een soort mentale transitiefase, net als bij transcendente meditatie trouwens, die de pijn kan stilleggen of draaglijker kan maken? Kun je met deze neurofeedback avant la lettre, het neuronale netwerk, die pijnmatrix resetten? Ik zou het wel eens willen weten. Maar voor nu is onze vraag, kunnen wij op een wetenschappelijke manier een basis optimale neurofeedback protocol ontwikkelen om chronische pijn te behandelen? Kunnen wij die ACC-MCC resetten? We gaan het zien en ik ben ervan overtuigd dat de Universiteit Maastricht zijn internationaal toonaangevende rol hier verder zal moeten uitbouwen. Het draait allemaal om pijn en de management van pijn. Pijn, pijn, douleur of schmerz. Dat was de titel van mijn inaugurele reden. Het is niet raar dat voor pijn zulke verschillende woorden worden gebruikt. Dat heb ik toen al gesteld. Het woord schmerz heeft de combinatie van stekende, scherpe prikken, maar ook de emotie van angst in zich. Kijken naar de gezichtslijnen en de ogen van iemand die bij het uitspreken van het woord schmerz. Verdriet, angst, emotie en pijn komen samen. De Duitsers hebben veel met schmerz. Schopenhauer en Nietzsche stelden al in hun filosofische werken dat plezier niets meer is dan het uitblijven van pijn. Dan pak je pijn toch op een heel andere manier aan dan de Fransen die douleur zeggen. Douleur, een woord dat evenwicht uitstraalt, dat iets berustends heeft, daardoor misschien iets chronisch. Denkt de Fransman bij het uitspreken van douleur en iets heel anders dan de Duitser bij schmerz? En gaat het in beide gevallen over pijn? Niet alleen praktisch gezien, maar ook filosofisch. Wittgenstein, nou wordt het even een beetje moeilijk, gaat in zijn traktatenstellingen 1 en 1-1... stelt in zijn traktatenstellingen dat de wereld het geheel der feiten en niet der dingen is. En met taal druk je een feit uit. En wij maar die visual analog score gebruiken om de mate van pijn bij patiënten vast te stellen tussen de 0 en de 10. Hoeveel pijn heeft u? En is dat dan een feit? Pijn, douleur of schmerz, betekent dat nu dat op basis van vastscores chronische pijn een feit is?
En is dit dan de wereld, onze wereld? Taal en woorden, feiten en dingen. Hoe kun je pijn in taal vangen? Zelfs dat is bijna niet mogelijk. Volgens mij zou Ludwig Wittgenstein zich moeten afvragen of en hoe hij met het woord pijn een feit beschrijft en of dat wel onze wereld is. Terug naar die kleine jongen aan dat kruis. Steekwonden, doornenkroon. Wat voor een pijn is dat eigenlijk? Nou, dat is acute pijn. Goed gelokaliseerd, herkenbaar, stimulusafhankelijk. Hoe meer en hoe harder je steekt, des te meer pijn. En dus moet dit nociceptieve pijn zijn. Maar het kan veel erger worden. Als het herstel niet optreedt zoals het zou moeten. Of als er maar dagenlang geprikt en gestoken blijft worden. Dan wordt nociceptieve pijn chronisch. Dan wordt het zenuwstelsel ontregeld. En vinden er plasticiteitsveranderingen plaats. Neuroplastische pijn. Of als er zenuwen beschadigd worden, dan wordt nociceptieve pijn neuropathisch. Maar die persoon aan het kruis, die kreeg helemaal geen chronische pijn. Hij ging vrij kort na al die steek- en buikwonden naar de hemel. Want daar is geen pijn. Voor ons aardse mensen is de hemel echter niet weggelegd. Wij komen in andere oorden terecht. En waar dan wel? Dante heeft dat al in de middeleeuwen prachtig beschreven in zijn La Divina Commedia, de goddelijke komedie. We kunnen namelijk in de hel komen. De hel bestaat volgens Dante uit een immense trechter waarvan de punt zich in het centrum van de aarde bevindt. Langs de wanden zijn ommegangen, 9 in totaal, die bewaakt worden door boze geesten. Gruwelklauwen of duivels. En hoe dieper je gaat, des te erger het wordt. Met name in die onderste 4 kringen, de stad van Dis, ofwel de benedenhel, daar is het verschrikkelijk. Samen met zijn compaan Virgilius beschrijft Dante wat hij daar ziet. En ook wie hij daar tegenkomt. Diep in de benedenhel in de 8e kring. Zang 18. Aldoor bleef ik naar de pekpoel kijken om alles goed te zien van het volk dat brandde in zwart kooksel. En links en rechts zag ik op het zwart gesteente hoe met hun lange zweep gehorende duivels als razend op der zondaars ruggen sloegen. De gruwelklauwen priemden hem met meer dan 100 gaffels. En wij weten nu we dit horen, dat bij ons allen hier die hersengebieden in de pijnmatrix, die ACC en die MCC, zeker geactiveerd zullen worden. Zijn. En dus voelen wij die pijn mee met die zondaars daar in de stad van Dis. En we worden bang. Hier moeten wij niet terechtkomen. Want daar in die stad van Dis, dat moet wel chronische pijn zijn. Dat is ondraaglijke, chronische, nociceptieve pijn. En tijdens en na het steken met die gaffels zullen de zenuwvezels geraakt worden. En dan wordt het neuropathische pijn. De chronische neuropathische pijn en de angst om daar terecht te komen. Die twee zijn bijna altijd samen. Dante beschreef nauwgezet de mensen die hij in die ringen van de hel tegenkwam. Het waren bekenden die slechte dingen hadden gedaan in hun leven en die iets te weinig neurofeedback hadden toegepast. Dan loopt het fout af. Essentieel bij neurofeedback is dat je gebruik maakt van de aanwezige plasticiteit van het zenuwstelsel. Herhaalde en gerichte behandeling kan de plasticiteit van het zenuwstelsel richting geven en tot genezing leiden. En juist daar liggen mogelijkheden voor onderzoek. Plasticiteit kun je heel goed bestuderen in een zich ontwikkelend systeem. En dat doen wij in het laboratorium. In samenspraak met de neonatologen en klinische onderzoekers van het Sophia Kinderziekenhuis hebben we een diermodel ontwikkeld om mechanismen te onderzoeken en mogelijke farmacologische interventies te ontwikkelen.
Ons gevalideerde en nu al in meerdere laboratoria gebruikte diermodel heeft inmiddels een belangrijke translationele status gekregen. De dierexperimentele bevindingen kunnen de vergelijking met de mensen doorstaan en richting geven aan mogelijke farmacologische behandelingen van de neonaten. We kunnen analyseren wat er gebeurt tijdens de ontwikkeling van het zenuwstelsel, biochemische pathways, neuronale netwerken, moleculen, cellen, actiepotentialen. En nu komen we op mijn terrein. En dat bij pijn en behandeling van pijn. Dat wordt niet gemakkelijk. Dus hebben Maarten van Kleef, Jaap Patijn en ik destijds al gezegd, ja, dat bloemkoolnetwerk, daar waar die pijn, die emotie en die cognitie in de hersenen zit, dat is allemaal veel te moeilijk voor ons. En toch willen wij die chronische pijnpatiënt helpen. Toch willen we begrijpen wat er gebeurt en hulp bieden. Praktisch blijven. Dus, stap je terug, dus, naar de spinale pijnpoort. Die plek in het ruggenmerg waar het nociceptieve signaal binnenkomt in het centrale zenuwstelsel en waar besloten wordt of het wordt doorgestuurd naar de hogere hersengebieden. Een plaats waar de beslissing valt. Als het signaal namelijk niet wordt doorgestuurd, is er ook geen pijn. Hoe kunnen wij die poort dichtgooien? En wat gebeurt er met die spinale pijnpoort tijdens de ontwikkeling van die neonaten in de NICU? Er blijkt heel veel te gebeuren. En dat heeft ook consequenties tot op latere leeftijd. Niet alleen in het diermodel, maar dat zien we ook in de kliniek. Verhoogde pijngevoeligheid na een operatie op latere leeftijd bij mensen die als kind in de NICU hebben gelegen. De pijnpoort in het ruggenmerg blijkt veranderd bij neonatale dieren die herhaalde pijnprikkels hebben gekregen, elektrofysiologisch, biochemisch en met moleculen die een rol spelen in dat al eerder genoemde cruciale proces centrale sensitisatie. Over de jaren heen hebben we een conceptuele bijdrage kunnen leveren met betrekking tot die plasticiteit van de pijnpoort en hoe deze beïnvloed wordt. Nienke van der Hoge, PhD-studenten en postdoc nu in Canada, heeft met een serie elegante experimenten laten zien dat die connectie tussen die nociceptieve zenuwen die gewaarwording registreren en de cellen in het ruggenmerg die het signaal opvangen, verwerken en eventueel doorsturen naar de hersenen, die is gevoeliger geworden. Centrale sensitisatie. De pijnpoort in het ruggenmerg staat wijd open. Op basis van de nieuw verkregen inzichten hebben we farmaca kunnen selecteren die zowel de acute als de lange termijn effecten van neonatale procedurele pijn kunnen verminderen en die pijnpoort dicht kunnen gooien. Toch is het begrijpen van die complexiteit van de netwerken per se niet altijd een directe aanwinst voor translationele toepassing. Het is zaak om binnen die complexiteit van moleculaire en biochemische reacties de belangrijkste essentiële processen te halen. Want daar zit handel in, zou Maarten van Kleef gezegd hebben. En centrale sensitisatie is zo'n proces. Daarbinnen is er nog een ander aspect dat speciale aandacht verdient. Pijn en centrale sensitisatie bij man en vrouw. Dat mannen en vrouwen verschillen, dat weet iedereen. Maar blijkt nu, ook biochemisch en mechanistisch gezien, verschillen vrouwen en mannen in het onderliggende pijnnetwerk en in de centrale sensitisatie. Er worden verschillende biochemische pathways gebruikt voor opiaatanalgesie en hyperalgesie in relatie tot die centrale sensitisatie. Jeff Mogel en collega's beschrijven man-vrouw verschillen. In chronische dierpijnmodellen is er een opiaatstillende pathway via een NMDA-receptor die een directe beïnvloeding op die centrale sensitisatie bewerkstelligt bij mannen. En er is een opiaatpijnstillende pathway via de melanocortine-receptor, MC1, en die komt veel voor bij vrouwen. Daarnaast kunnen, afhankelijk van hormonale wisselingen in oestrogeen en progesteron, vrouwen switchen
en gebruiken ze indien nodig ook de mannelijke NMDA-pathway. Dat vrouwen flexibeler zijn is niet vreemd. Want ook thuis krijg ik al vaak te horen dat vrouwen twee taken tegelijk kunnen uitvoeren, dat ze makkelijker kunnen switchen en dat de man dat niet kan. Ik ga die discussie niet meer aan. Maar ik moet bekennen dat voor het pijnsysteem het er sterk op lijkt dat de vrouw aantoonbaar flexibeler is dan de man. Echter niet te vroeg gejuicht. Toch zijn dat juist vrouwen die het merendeel van de chronische pijnpatiënten vormen, bij een groot aantal indicaties. En hoe kan dat dan? Er is ook nog zoiets als de overgang. En verliezen de vrouwen daar hun flexibiliteit? Ik weet het niet. Niettemin geven genoemde bevindingen aan dat het fundamentele, maar ook het translationele pijnonderzoek van de toekomst niet anders dan gebaseerd moet worden op analyses in beide geslachten. Een behandeling voor pijn bij man of vrouw. Dante heeft dit ook al beschreven. De behandeling van pijn beschrijft Dante in het tweede deel van de Goddelijke Komedie. Komend vanuit die benedenhel, die gelegen is in het diepste van de aarde, is er aan de andere kant, op het zuidelijke halfrond, een grote berg. En die berg is ontstaan toen die duivels die trechter van de hel vormden. Al die aarde moest ergens blijven. Dante beschrijft deze berg en hij noemt hem de Louteringsberg. Drie grote afdelingen heeft deze berg. Als eerste een afdeling van twee omgangen. Het voorvagevuur. Volgens Dante de verblijfplaats van die zielen die weliswaar berouw over hun zonde hebben, maar de neurofeedback tot het laatst van hun aards leven hebben uitgesteld en er niet meer aan toegekomen zijn. Die zielen die blijven daar zitten. Vervolgens een tweede afdeling van zeven omgangen, die hij samen met Virgilius, zijn rechterhand en representant van het menselijk geweten, afgaat. En het zijn deze zeven omgangen die hij het vagevuur noemt. Daar waar de zielen gezuiverd kunnen worden. Daar waar de pijn behandeld kan worden. Elke omgang heeft aan één zijde namelijk hele grote vuren. En daarbij die vuren, die hitte, daar zit de pijn. En we weten nu dat bij overmatige hitte er selectieve receptoren gelegen op die zenuwuiteinden worden geactiveerd. TRPV-kanalen. In 2021 is voor de ontdekking van deze temperatuurgevoelige kanalen de Nobelprijs voor de geneeskunde uitgereikt. 3 jaar geleden. Die prijs hebben we gemist. Maar de toepassing. Is het mogelijk de TRPV-kanalen farmacologisch te deactiveren of te blokkeren om daarmee het centrale sensitisatieproces in het ruggenmerg te beïnvloeden? In het laboratorium zetten we de eerste stappen. Postdoc Imke Roetnik-Jansen samen met dokter Laura Kremers van de Universiteit Utrecht en dokter Paul Wieringa van het onderzoeksinstituut Mörl zijn experimenten gestart om door middel van lokale, langdurige afgifte van nanobodies gericht tegen deze TRPV-kanalen de chronische neuropathische pijn te behandelen. Lukt dit, dan gaat er in het ruggenmerg geen signaal meer naar de hersenen. De poort wordt dan gesloten en dus is er geen pijn. En Dante zou dan zeggen op naar de volgende hogere omgang op die Louteringsberg om eindelijk op de top te komen, want daar ligt de derde afdeling, het aards paradijs. En met elke hogere gelegen omgang op die tweede afdeling van de Louteringsberg worden die vuren namelijk kleiner en minder intens, met uiteindelijk een complete afwezigheid in het aards paradijs. Dante, die nooit kon bevroeden dat TRPV nanobodies hem zouden kunnen gaan helpen, schreef echter al: zo meen ik, zing en roept die droom van zielen.
geheel de tijd dat hen de vuurgloed pijnigt. En door die medicijn en die verzorging moet ook de laatste wonde zich eens sluiten. Dante beschrijft niet alleen de omgangen van de Lauteringsberg, maar hij beschrijft ook de mensen die hij daar ziet. Het zijn namelijk allemaal verschillende personen met verschillende voorgeschiedenissen. En dat een voorgeschiedenis grote impact kan hebben, weten we. Samen met Daniel van der Hoven en Renzo Riemens hebben we in het laboratorium gekeken naar zogenaamde epigenetische veranderingen in de spinale pijnpoort. En de mogelijke effecten op centrale sensitisatie. Epigenetica betreft erfelijke veranderingen in genfunctie zonder dat de moleculaire DNA-structuur verandert. Of hoe kan gedrag, milieu, de afschrijving van ons DNA zo beïnvloeden dat er gemodificeerde eiwitten worden gevormd die een andere functie hebben en ook met een blijvend effect? We zien het bij posttraumatische stresssyndromen, maar ook bij andere major life events. Zoals herhaaldelijke pijnlijke prikken in de NICU tijdens de ontwikkeling van die pijnpoort in het ruggenmerg. In de NICU krijgen pasgeborenen tussen de 10 en 14 pijnlijke prikken per dag. Epigenetische veranderingen blijken dan inderdaad op te treden in ons diermodel, maar ook in de kliniek. Opiaatreceptoren die betrokken zijn bij die afstemming blijken veranderd te zijn. En die spelen een rol in die centrale sensitisatie. Epigenetica en major life events die het aflezen van onze DNA kunnen beïnvloeden en langdurige effecten op de pijn kunnen bewerkstelligen. Voor Dante een moeilijk gegeven. Die gruwelijke pijnen, life events en epigenetische veranderingen in het aflezen van ons DNA. Kun je daar eigenlijk nog wel iets aan doen? Kun je die pijn wegnemen en de mensen naar het paradijs halen? Wij moeten Dante gaan helpen. Of beter, we hebben Dante geholpen. We kunnen in die laatste omgang het aardsparadijs komen door de aanpak van die pijnpoort, om daarmee die hele matrix te resetten. Dante wisselde van compaan bij het lopen van de laatste omgangen richting aardsparadijs. Zijn compaan Virgilius, als het menselijk geweten, wordt vervangen door Beatrice, zijn geliefde. Beatrice staat voor het gevoel en de liefde, de emotie. Dat was de situatie in het begin van de 14e eeuw. Nu zou ik Dante aanraden om naast Beatrice enkele pijnwetenschappers mee te nemen. En dan graag interventionele pijnwetenschappers. Interventionele pijnbehandeling als alternatieve aanpak. Als de farmacologische behandeling de chronische pijnpatiënt niet meer helpt. Chronische pijn is een van de ergste, misschien wel het ergste en ondraaglijkste voor een mens. En de vraag is hoe de patiënten uit het vage vuur kunnen komen richting het aards paradijs. Alleen al in Nederland lijden tussen de 600 en 800.000 mensen aan chronische, onverklaarbare pijn. En ongeveer 30-50% van die mensen is niet te behandelen. Met andere woorden, het is druk daar op die beneden verdiepingen van de Lauteringsberg. Maar gelukkig is er dan nog neuromodulatie en interventionele pijntherapie. Want daarmee kan het hele netwerk in het ruggenmerg en de pijnpoort dus gereset worden. Voortbordurend op het werk van de eerste hoogleraar in de pijngeneeskunde, Menno Sluiter, aan onze Universiteit Maastricht, heb ik eerst met mijn klinische compaan Maarten van Kleef en de laatste jaren met compaan Jan van Zundert en zijn klinische team de zoektocht naar mechanismen en optimalisering van ruggenmergstimulatie bij chronische pijnpatiënten als hoofdthema van onderzoek gehad. En vanuit het laboratorium stond dan natuurlijk weer die centrale sensitisatie centraal. We begonnen vanuit de eenvoudige gate control theory van Melsick en Wall in 1965 en hoe ruggenmergstimulatie daarop werkt. We hebben dit concept omarmd en uitgebreid
en vernieuwd, completer gemaakt, details toegevoegd en waar mogelijk de nieuwe stimulatieparadigma die de laatste jaren werden ontwikkeld, geïmplementeerd. Daarbij nieuwe concepten gepresenteerd over de werking van ruggenmergstimulatie, inclusief dorsale wortelganglionstimulatie. En dit alles uitgebeeld in prachtige tekeningen, anatomische schetsingen van Rogier Trompert. Anatomische tekeningen die de hele wereld overgaan en als fundament voor verder onderzoek in de neuromodulatie bij chronische pijn worden gebruikt. En belangrijker, de door ons ontwikkelde concepten worden ook in de kliniek voor onderzoek naar hun toepassing gebruikt. Bij belangrijke indicaties als pijnlijke diabetische polyneuropathie, bij complex regional pain syndrome, bij postspinal pain syndrome type 2, failback surgery syndrome. Zijn we nu klaar? Nee. Want we kunnen nog steeds niet alle chronische neuropathische pijnpatiënten in dat aards paradijs krijgen. Er zijn namelijk patiënten die wel, en er zijn er die niet op ruggenmergstimulatie reageren. Dus zullen we in ons onderzoek verder moeten gaan met het begrijpen wanneer en hoe ruggenmergstimulatie die poort opent en sluit en het effect op centrale sensitisatie. En uiteindelijk, at the end of the day, gaat het dan om actiepotentialen en ofwel vuurpatronen van cellen. Chronische pijn, vuurpatronen en centrale sensitisatie van die poortcellen in het ruggenmerg, daar zit de crux. Postdoc Glenn Franke zal in een elektrofysiologische opstelling, hopelijk binnen een VENI gesubsidieerd onderzoek, met samenwerking van het King's College in Londen, de volgende stap moeten gaan zetten. Jan van Zundert en Glenn Franke zullen samen met Dante verder langs de omgangen van het vage vuur moeten gaan lopen, de Lauteringsberg op naar de top, de chronische pijnpatiënten richting aardsparadijs te helpen. En de hemel? Ja hoor, de laatste stap, de hemel. Die is niet voor aardse mensen, maar alleen voor engelen, heiligen en God zelf. Dante heeft met Beatrice de top van de Lauteringsbergen bestegen en daar het aardse paradijs beschreven. Maar het kan nog verder. Dante en Beatrice gingen samen verder naar de 9 hemelen, die als transparante hemelsferen die aarde omringden. En op het einde, bij de laatste ringen, en dan naar de hoogste hemel, ring 10, het Empyrium, daar wordt Beatrice als metgezel van Dante vervangen door de heilige Bernardus van Clairvaux. Het Empyrium, de hemel, beschrijft Dante als volgt. Glorie en goed der liefde, pijn heeft niet bestaan en zal ook nooit komen. Hoe beeld ik in mijn taal wat in mij leefde en hoe zwak is dit bij wat ik schouwde? Laten wij als aardse mensen het voorlopig maar bij de Lauteringsberg houden. En uiteindelijk de chronische pijnpatiënt door het vage vuur in het paradijs proberen te krijgen. Wij moeten ons uiterste best blijven doen om in een samenspel van natuurwetenschappelijk, psychologisch, neurologisch en psychiatrisch onderzoek, zoals aan de Universiteit van Maastricht, de chronische pijnpatiënt te helpen. Ik vond het een eer om van de Universiteit Maastricht de kans te hebben gekregen hieraan te kunnen werken. Daar in die pijnmatrix, daar in die spinale pijnpoort waar centrale sensitisatie ons naar de hel, maar ook naar het paradijs kan leiden. Om dat te zoeken blijft de uitdaging. Zoek en vind het paradijs en misschien toch ook de hemel. Het moet voor de chronische pijnpatiënt, voor onszelf. En voordat ik nu afsluit, blijft er eigenlijk nog maar één ding over. En denkend aan wat Nietzsche stelde, plezier is niets meer dan het uitblijven van pijn. Gewoon weer nu loesteren naar onze eigen Limburgse nachtegaal. Beppie Kraft, want die zingt voor ons in den hemel.
woord voor. Chronische pijn, neurofeedback avant la lettre, tante, centrale sensitisatie, het paradijs, epigenetica, ruggenmergstimulatie, de pijnpoort en bedenk, in de niemel is geen pijn. Ik heb gezegd en ik geef het woord terug aan de voorzitter. Dankjewel voor dit verrassende, boeiende perspectief op pijn. Ik heb daar niks meer aan toe te voegen, maar ik wil wel nog graag twee collega's van jou de gelegenheid geven om jou toe te spreken. En te beginnen met professor David Linde, de wetenschappelijk directeur van het onderzoeksinstituut Mens.
Dear Professor Joosten, dear Bert, what can I say? What an impressive talk. What a great academic event. You as a scholar, a scientist, a real humanist, guiding us like the medieval times with Dante, a classical poet, and ultimately a saint, perhaps. But we had a guidance that I would say, you know, matches at least many, many aspects of what Dante had available through history, through science, through the human condition. And that was, I think, we would all say, a very impressive and beautiful experience, particularly, of course, on a very serious matter, which is of great clinical concern and remains so. So you really showed us the whole range of emotions that are associated with pain and ultimately relieving pain. So I think you could only give us this impressive overview because of your deep grounding, which some of which I wasn't aware of in music. I knew about Carnival. I didn't know about your love for sacred music. I didn't know of your love of medieval poetry, theology, philosophy, which of course is very impressive to hear about. And it is it's a shame because we were neighbors for office neighbors for 7 years, and we did talk a lot about neurofeedback and other things. We should have perhaps talked about other things as well. Perhaps there will be more opportunities to do that. And of course you could give us this impressive overview because you have this also this very, very deep grounding in neurobiology, about which I want to tell the audience a little bit because. Many of you here in the audience are probably fellow students or fellow promovendi, fellow colleagues from the time in Nijmegen and Utrecht. So those colleagues would know about this, but some may not, because of course you started your academic career with a PhD in Nijmegen. Under the guidance of a very famous neuroanatomist that many of us know because we had to go through the atlases and the famous book on the chemoarchitecture of the brain during medical school. So one of your promoters was Rudolf Nieuwenhuis, the doyen of Dutch neuroanatomy, I think it's fair to say. And already at the time of your PhD, you had published in leading journals of the time, which are the leading journals today, Brain Research, Journal of Histochemistry and Cytochemistry, very, very impressive work. And which, of course, I find out by doing what you do in order to know more about a scholar. You go into the library and look at the early papers and follow the career in this way. But I think it is important to go back to this early career of yours because you told us about neuroplasticity and its importance in relation to neurofeedback and how we can remain learning and changing. And of course, you have authority to talk about this because you studied neuroplasticity, particularly in the spinal cord in its its molecular neuroanatomy. Also, you worked in your postdoc on neurotrophic factors for guidance of outgrowing CNS fibers. And that was important work, of course, at the time also for neural regeneration in spinal cord injury. You worked on cell adhesion molecules, which were, you know, are still a big topic, were, you know, some really coming up in the 1980s. As a side issue, you already collaborated with a colleague, I'm not sure is here, but a future men's colleague, Theo Gochels, in 1990, I saw you had a paper with now a colleague in ophthalmology, of course. And you remained working on this interest in neurocell adhesion molecules. Also did, of course, your second postdoc in Georgetown on regeneration of the injured spinal cord and neural transplantation. You already then had this increasing interest in translational neuroscience and the clinical application of your neuroanatomical expertise. Incidentally, also particularly for, for all of us, this was still a time when important substantial discoveries were published in single author papers.
there were papers just by you, which is almost unheard of today, which also shows you just the scale of the achievements, publishing experimental work and single author papers like the one in developmental brain research on developmental expression of NCAM, neural cell molecular epitopes in the rat spinal cord during cortical spinal tract axon outgrowth and target innervation. And this is this complex title just shows you, for those of you who are not neurobiologists, and of course I'm not an expert in this either, but I think my interpretation is the importance of this is really it's about neuroplasticity, not just learning from development in order to treat spinal cord injury for regeneration. You pursued the interest in spinal cord injury in your first faculty position as assistant professor in Utrecht and principal investigator of the CNS regeneration research, and that was from 1993 to 2001. And then at the time, one very important review that I came across in Progress in Neurobiology, you already then put a perspective on the challenge of neuroregeneration. Of course, regenerative medicine is a big topic today. You wrote, the natural ability of the adult central nervous system of higher vertebrates to recover from injury is highly limited. This limitation is most likely due to an in-hospital environment and or intrinsic incapacities of the neurons to re-extend their neurites after injury or axotomy. Now, that is, I think, probably still a challenge today, but you also put a positive note to this. You said, although there still is a long way to go, repair of injured spinal cord is no longer impossible and comes within the reaches of neuroscience research. And I think subsequent work has shown that you were right in this prediction, too, and there has been progress in this area. But spinal cord injury was not your only interest, clinical interest at the time. You also worked on models of amyotrophic lateral sclerosis, of course. And then you moved here to Maastricht. So Maastricht was very, very fortunate in attracting this leading scientist who, you know, probably could have stayed in Utrecht, as many people do. So it's, we're pleased to be able to attract Bert to Maastricht, and that may have to do with just that we have better carnival provisions and just better music. Who knows? But you start, and then you join the community that I represent here, the MENS community, our research institute, mental health and neuroscience, and you started publishing with the community there. I found a paper in 2004, alignment of glial cell stimulates directional neurite growth of CNS neurons in vitro. So again, this topic of the interaction within the nervous system in terms of its regenerative capacities. Already, I think, in my interpretation at least, there's talk of a biomatrix. So I think this is work foreshadowing, I hope I'm right, work on tissue engineering, which is now a very big thing in our neuroregenerative medicine Institute Merlin. So very forward-looking research in this way as well. But then you moved into pain. I think you originally started in the psychiatry and neuropsychology department of the Institute, and very soon moved on to pain. So again, within our Institute, anesthesiology was very fortunate in attracting you across. And then you started publishing a very successful publication career of 20 years in pain research, one of the earliest papers with a colleague who will be talking to you in a minute, Jan van Zundert, who was already mentioned, and also the late Professor van Kleef on neurobiological effect of pulse radiofrequency treatment for the management of chronic radiculospinal pain. You also collaborated with other of our current senior clinical academics, for example, neurosurgeon Yasin Temel, on motor effects of DBS in a rodent model of Parkinson's disease. So you really had this broad translational outlook and supported work across departments, which won't surprise anyone who listened to your talk just now of your broad outlook and really broad neuroscience and even broader outlook and expertise. Now, the interest in the neuroplasticity of the spinal cord remained both its positive and negative effects, because in some way, development of chronic pain could be
could be conceptualized as, in a way, negative neuroplasticity. So you brought together the research lines, expertise in motor function and pain, in another very important review in 2008 in Molecular Neurobiology, which was entitled Locomotor Dysfunction and Pain, the Cilia and Charybdis of Fiber Sprouting After Spinal Cord Injury. And those of you who listen to the talk right now probably wouldn't be surprised if you'd actually read Homer in the original Greek, or at least in very good translation. So this title, I would imagine, you came up with, the Cilia and Charybdis of fiber sprouting. And of course, those are the two monsters you wanted to steer away from when traveling between Italy and Sicily. So this review makes the case that fiber sprouting after spinal cord injury can be beneficial for the recovery of motor function, but also induce aberrant connections contributing to chronic pain. The fields of spinal cord injury and pain are thus blessed in having an expert like Bert who is similar at home in the effect in the efferent and afferent pathways of the spinal cord. Now, you worked in this interdisciplinary environment of Mens of our institute, and we hope that was conducive to an expansion of your interest in neuroplasticity. As you already mentioned, you developed this research line on early life stress, and more broadly, the, what one might call the psychological aspects of pain, although I think you explained to us already that there's no non-psychological aspect of pain. Pain is an emotion. It is a complex expression of a human experience implemented in complex activity in the central nervous system. So you mentioned the interest in the effects of perinatal stress on pain sensitivity. I think this is probably unique, and we can be proud of our institute, I think, also in that we can facilitate this kind of work in collaboration between departments such as anesthesiology, pediatrics, psychiatry, neuropsychology, and others. Kept this interest in molecular neuroanatomy, of course. Now we're moving into a time when I also had the benefit of speaking and hearing from your students. Very important review work also on the molecular neuroanatomy of the spinal cord, on the NMDA, glutamate receptor subunits was already mentioned, serotonergic projections, really measured serial fundamental work on the neuroanatomy and chemical neuroanatomy of the spinal cord. You also embrace advanced technology in molecular neuroanatomy through collaboration with the M4I Institute. And of course, I was personally very pleased that you developed this interest in functional neuroimaging, where we had and still have the pleasure of collaborating. And you mentioned neurofeedback multiple times, which is, of course, very close to my heart. And this also shows the very nice broad collaboration across campus with our colleagues in the psychology and neuroscience faculty. Now, I hope that we can still enjoy also a personal collaboration. I think, the neurofeedback interest, of course, we'll be pursuing. If you want to pursue this interest in the neuroscience of religious experience further, we will need to collaborate, because that is something that perhaps in our imaging center we can pursue further. Certainly, we look forward to further contact as you wish, further conversations on neurofeedback and more broadly on our joint interest, certainly myself, certainly colleagues in the Institute. But of course, first and foremost, we would like to thank you for a great contribution to our Institute and wish you all the best for your retirement. Thank you. Trost jullie, ik ga niet zingen. The past, the present and the future. En we beginnen met de past. Beste Bert, emeritus. Nog steeds moeilijk om te bevatten. Maar het is een eer en een plezier om namens het hoofd Mark Buyssen in de hele afdeling anesthesiologie en pijngeneeskunde, zowel de kliniek, de onderzoeksgroep als het labo, op deze afscheidsviering de laudatio voor je te mogen houden. Je verdiensten voor onze afdeling zijn dan ook bijzonder groot. Want je hebt de afgelopen 20 jaar voor een groot deel van de wetenschappelijke output van de hele afdeling gezorgd. Het mag gezegd worden. En die start toen,
In 2002, 2003 mocht ik bij betrokken zijn als toenmalig PhD-student bij Maarten van Kleef. Zijn naam en persoonlijkheid waait hier de hele dag nog wel mee rond. In de goede filosofie van translationeel pijnonderzoek probeerden we ook direct-experimentele experimenten op te zetten in het labo van MENS, Mental Health and Neuroscience. In eerste instantie in samenwerking met de collega's van de kinderneurologie. Maar zoals dikwijls loopt het in de beginfase niet altijd optimaal. En al snel werd duidelijk dat we meer deskundige hulp nodig hebben. En zo kwam jij op het toneel als reddende engel van Dante. Of ik had toen ook wel een beetje het gevoel als mijn wetenschappelijke waakhond. In elk geval konden we het onderzoek netjes afwerken en ook publiceren in het toonaangevende tijdschrift Anesthesiology. Je aanvaarde ook toen samen met Jaap Patijn het co-promoterschap van mijn thesis en zo was de trein vertrokken. Je stapte over van het dwarslesieresearch naar het pijnonderzoek. Je werd aangesteld binnen de vakgroep Anesthesiologie en Pijngeneeskunde. En zo zijn we 20 jaar later. Meer dan 20 promovendi, meer dan 200 publicaties en vele andere wetenschappelijke verwezenlijkingen. Het mag gezegd worden. Je vroeg me expliciet om niet te veel in detail te gaan over al je wetenschappelijke output. En dat zal ik dan ook niet verder doen. Maar dit siert ook je persoonlijkheid. Je bent een topper, maar ook nederig en vooral hardwerkend. Je bent echt een humble servant. Niet de man van grote uiterlijke vertoon of veel bombastisch gedoe. Geen woorden, maar daden, zou de Rotterdammer Maarten gezegd hebben. En een vleugje humor is ook nooit ver weg. Dat maakt het zo prettig om met je samen te werken en ook dat zullen we missen. Daarmee mag ik zeker ook namens al je directe medewerkers, promovendi en onderzoekers op het labo spreken. Pijngeneeskunde is multidisciplinair en het onderzoek ernaar al evenzeer. Het is ronduit indrukwekkend met hoeveel andere afdelingen en universiteiten je samen pijnresearch hebt gedaan. Velen zijn hier dan ook vandaag vertegenwoordigd, mede als appreciatie van de goede samenwerking. Toch even neurochirurgie, neurologie, urologie, revalidatie, orthopedie, psychologie, psychiatrie, genetica, chemta, farmacologie en de andere zusteruniversiteiten, Radboud uit Nijmegen, Erasmus uit Rotterdam, Utrecht en nog een hoop internationale buitenlandse universiteiten. Ik hoop oprecht dat ik niemand vergeten ben, maar oprechte dank aan allen voor de aanwezigheid hier en voor de mooie samenwerking over de jaren heen. Dat willen we zeker in de toekomst houden en zo mogelijk nog verder uitbouwen. Bert, je was ook jarenlang de editor-in-chief van Pain Practice. En onder je bezielende leiding is het tijdschrift flink gestegen op de wetenschappelijke ranking. De executive board van het World Institute of Pain, hier vertegenwoordigd door de past president professor Chris Vissers en het bestuur van de Wib & Lux afdeling met Martien Puilaert en Koen van Boksem, feliciteren je van harte met het emeritaat en danken je voor alles wat je betekend hebt voor het tijdschrift en de Wib. Je hebt zeker bijgedragen aan de stijging van het wetenschappelijke niveau van deze internationale vereniging. En dat hebben ze ons allemaal expliciet gevraagd om u ook vandaag mede te delen vanuit alle hoeken van de wereld. Zo komen we aan de present. Wat is er belangrijk vandaag? Dat weten we, dat heb je al verteld. Maar de meeste weten waarschijnlijk... We hebben nog een surprise gehad, maar de meeste weten waarschijnlijk niet. En ik denk dat we het nu toch mogen vertellen, Bert. Deze datum hebben we ongeveer een jaar geleden samen vastgelegd in functie van... de start van het DK voetbal volgende week vrijdag. Dat er per toeval een belangrijke match zou kunnen plaatsvinden op hetzelfde tijdschip van jouw reden of het feestje nadien... Nee, dat risico wilden we niet nemen. Hè. Op zeker spelen, een week op voorhand. Het doet me ook even terugdenken aan de gemeenschappelijke afscheidsrede van Maarten en de inauguratie van mezelf op 20 december 2019. Ook toen keken we uit naar een EK, weliswaar dat van 2020 nog. De coronapandemie was gelukkig nog niet gekend. En toen voorspelde, of beter hoopte ik,
op een finale Nederland tegen België. En dus gaan we er nu maar terug opnieuw van uitgaan. Nieuw WK, nieuwe kans. En ook toen heb ik me al geëxcuseerd voor de Duitsers in de zaal. Het zal niet voor jullie zijn dit jaar. Mijn excuses daarvoor. Hè. Nogmaals. Voetbal was ook stevast de introductie bij onze talrijke wetenschappelijke besprekingen van het pijnonderzoek. We konden niet starten zonder de resultaten van het afgelopen weekend toch even te bespreken. Een leuke traditie die al dateert van de vroegere pijnhoogleren met Menno Sluiter, die Ajax-supporter was, Maarten uiteraard Feyenoord en jij dan PSV. Zoals Annemie al heeft gezegd, het kan er ook geen toeval zijn, de grootste festiviteit en het fantastische seizoen van PSV dit jaar en dat ook op het jaar van jouw afscheid. Het zal wellicht ook niemand verwonderen dat ik je als persoonlijk geschenk voor je afscheid een voetbalmatch op het aanstaande EK cadeau heb gedaan. En daar kunnen we dan ook nog samen van genieten. The future. We gaan je werk zo goed mogelijk verder proberen te zetten, Bert. Maar je profiel is redelijk uniek. De combinatie van enerzijds een bazaal wetenschapper in het labo voor pijnonderzoek, samen met de kliniek, beide ook nog hoogleraar, is uniek in Nederland. En dat maakt de zoektocht naar een opvolger niet zo evident. Het heeft ons dan ook een jaar gekost om alleen maar de vacature uit te krijgen. Maar nu hopen we wel echt snel een selectie te kunnen maken en door te pakken. Je blijft ook nog betrokken in de begeleiding van de zeslopende promovendi. Voor een emeritus toch nog een mooi getal. En ondertussen zullen we met David en team van Milo van divisie 3 de continuïteit op het labo proberen te waarborgen in afwachting dat je opvolger zo snel mogelijk kan starten. Verder zitten we deze dagen allemaal vol zenuwen te wachten op het finale resultaat van de VENI-applicatie van Glenn. Ook dat zou een nieuwe research-mijlpijl voor onze afdeling zijn. Maar nu ga je eindelijk meer tijd hebben voor de echte passies in je leven. Je familie en de boerderij. Geheel eigen aan je persoonlijkheid doe je aan hobby boeren. Zit je graag op de tractor of ben je actief in het veld? De boerderij de Geer. En de familie liefst ook niet te ver af. Lieve Bertine, je was altijd een grote steun voor Bert in alles wat hij ondernam. Het was ook steeds een groot plezier om je op een of andere activiteit of congres te kunnen ontmoeten en een gezellige avond te passeren. Jullie persoonlijkheden sluiten ook perfect bij elkaar aan. Twee vriendelijke, supersympathieke, hardwerkende en bescheiden personen samen. Dat kan toch maar alleen maar een prachtige kroost geven. Roos, Eva, George, Twan, de schoonkinderen en last but not least de twee kleinkinderen Jasper en Eva, ook voor jullie willen we allen in de felicitaties voor jullie vader betrekken. Ook voor jullie is het vandaag groot feest en terecht zijn jullie erg trots op jullie vader. En vermoedelijk zal het carnaval volgend jaar er toch een beetje anders uitzien, niet waar, Beppie? Bert, Bertine en familie, het gaat jullie goed. Nou, de komst van Beppie illustreerde denk ik ook al dat je van feesten houdt, Bert. En ik denk dat het nou zo langzamerhand daar echt tijd voor wordt. Hoe gaan we dat doen? Ik wil de mensen in de zaal vragen om eventjes te wachten tot het cortège de zaal weer heeft verlaten. Maar jullie kunnen daarna direct doorgaan naar de receptie. Die zal plaatsvinden in de grote sociëteit. En hiermee sluit ik dan deze academische zitting.